Vito van Crooy. 22 jaar en afkomstig uit Venlo. Op 5-jarige leeftijd begint hij met voetballen bij Quick Boys 31. Na 3 jaar wordt hij gescout door VVV. En bij die club speelde hij vervolgens 13 jaar. In die jaren heeft hij de droom van het eerste en daarmee profvoetbal halen altijd voor ogen gehad. Maar hij heeft ook mindere jaren gekend. Zelfs een jaar dat ik helemaal eigenlijk niet heb gespeeld. Dus toen op het einde van het seizoen was het eigenlijk ook een twijfelgevalletje als ik zou blijven. En ja, op die momenten dan wordt het natuurlijk wel een beetje minder leuk. En ja, als je dan de hele week traint en je speelt niet, dan verlies je uiteindelijk ook wel een beetje plezier erin. Vooral als je jong bent en je geeft de hele week alles ervoor. En uiteindelijk geef je ook alles buiten het voetbal bijna ervoor op. Dus dat zijn wel moeilijke tijden, ja. En hoe heb je dat plezier dan weer teruggevonden? Ja, eigenlijk het jaar daarna toen kwam er een trainer en die had meteen alle vertrouwen in mij en ja, meteen een goede band ermee. Dus toen is het uiteindelijk alleen maar beter gegaan. En ja, zelfs een jaar daarna kwam ik meteen bij de selectie erbij. Dus, ja. Maar met het eerste halen ben je er nog niet. Zo weet ook Vito, die een enigszins moeilijk begin kende in het eerste van Venlo. Ik was een jongen uit de eigen jeugd. En ja, ik denk dat ze moeilijker zo'n jongen accepteren, zo lijkt het wel af en toe, dan mensen die van buiten afkomen. Dus ja, ik weet niet zeker als dat het probleem was, maar ik denk het wel. Zo voelde je dat in elk geval? Ja, zo voelde ik het wel, ja. Vrij trap. Oh, wat een mooie vrij trap van Van Crooy. Deze zomer maakte Vito de overstap naar PEC Zwolle. Er was veel interesse in de rappe buitenspeler, maar Van Crooy koos bewust voor de club uit de hoofdstad van Overijssel. Ik denk dat vooral Zwolle een club is die echt aan het groeien is. Ook in de Eredivisie en qua supporters en alles daarbuiten. Dus uiteindelijk is dat wel een belangrijke keuze geweest om dat te doen. Met de overstap betekende het ook dat Vito naar Zwolle verhuisde. En dat ging in het begin niet zo soepel. Ik ben natuurlijk nog nooit buiten Venlo geweest, zo lange tijd en ergens anders gewoond dan. Dus ja, voor mij was het op het begin wel heel erg wennen. En ik ben ook wel heel vaak nog teruggegaan. Nu als we een dag vrij zijn, dan ga ik ook nog wel altijd terug. Maar ja, ik denk dat het ook een andere omgeving is. En ja, dus vooral wennen op het begin. En dat was het belangrijkste punt waar ik mee rekening moest houden. Maar je hebt nu je plek wel gevonden? Ja, nu gaat het steeds beter. En ja, je leert natuurlijk ook steeds beter de jongens kennen. En je weet wat je aan elkaar hebt. En daar heb ik op het begin altijd heel veel moeite mee om die stap te zetten. Wat zijn nou echt dingen die je uit je woonplaats mee hebt genomen, die jou hebben gemaakt tot wie je nu bent? Ik trek me eigenlijk niet zoveel aan wat mensen buiten het voetbal en zo zeggen. Want ja, dat heb ik op het begin bij VV natuurlijk ook heel veel meegemaakt, dat ik veel kritiek kreeg. En ja, dat zijn dingetjes die mij eigenlijk niet boeien. En ja, ik denk dat je daar ook sterk in je schoenen moet staan om dat te hebben. En met die instelling wilde geboren Venlonaar ooit voetballen in zijn favoriete competitie. Ik heb niet echt een specifieke droomclub, maar ik zou wel ooit in de Bundesliga willen voetballen. Het voetbal trekt mij heel erg, omdat ja, het is vooral ook hard werken en ja, rennen en vliegen op het veld. En ja, dat spreekt mij wel heel erg aan.